Wat kunnen we van de Veluwe leren over de wolf? Gamma Racing Days ondanks corona. En de hoogtepunten van het nieuws van deze week. Nou, we zijn hier in het territorium van de Noord-Veluwse wolf en de roedel. Want we hebben een familie met welpen en jaarlingen. Zelf vind ik het zelf een beetje Drents aandoen. Ik ben ook wel in Drenthe geweest voor werk. In de auto bij boswachter Lennart Jasper. Jasper is boswachter van Staatsbosbeheer in het noorden van de Veluwe. In dat bosgebied kan je al sinds een paar jaar zomaar een wolf tegen het lijf lopen. Of dat wat het beest achterlaat. Hier ligt hij. Dus die wolven die leggen eigenlijk hun drollen op dit soort paden om aan te geven dat ze hier wonen. Dat de wolf weer terug is, wordt gezien als een compliment voor het werk van natuurbeheerders. Maar bezorgt zo ook een hoop werk. Het publiek moet geïnformeerd worden, de wolven moeten rustgebieden krijgen en hun leefgebied moeten ze monitoren. Daarnaast moet ook de omgeving maatregelen nemen. Nou, hier hangt een camera, een valcamera, omdat er vermoedelijk een wolvenaanval op schapen is geweest hier. Dat weten we nog niet helemaal zeker, want een DNA-analyse moet dat bewijzen, maar het lijkt er sterk op. En we hebben hier een noodset geplaatst, zodat de schapen hier 's nachts veilig staan onder stroom. Een noodset is een licht en tijdelijk elektrisch hek. Maar op steeds meer plekken op de Veluwe worden stevige, permanente, wolfwerende hekken geplaatst. Zoals hier bij de schaapskooi. Op zichzelf vind ik heel mooi dat de wolf na 200 jaar hier terug is. Nou, en dat wij de maatregelen konden treffen om hier een elektrisch raster neer te zetten. Dat de schaapskudde veilig binnen is en dat je die ook achter kunt laten. Nou, en terwijl verder de wolf zijn gang kan gaan dan. Ik geef u een folder over de wolf. Een voorlichtingsfolder waar meer over terugkomst van wolven in Nederland te lezen is. De wolf moet ook rust hebben, net als ander wild. Dat betekent dat sommige delen van de Veluwe soms tijdelijk of permanent worden afgesloten voor bezoekers. En dat de recreanten extra op de regels moeten letten. Blijf op de paden, houd je hond aan de lijn. Maar de wolf bezorgt de boswachter niet alleen maar extra werk. Zodra de schaapskuddes eenmaal beschermd zijn, helpt het grote roofdier ook met het wildbeheer. Dus je ziet dat, dat de wolf eigenlijk ook de populatiedieren hier selectief bejaagt. Hij weet precies welk dier die moet hebben. En dat daarmee de dieren die overblijven dus eigenlijk gezonder en sterker zijn. Welkom bij de 21ste editie van de Gamma Racing Day. Het evenement waarbij grote mannen weer even kind mogen zijn. Dit is Tom Coronel met zijn Dakar buggy en Aras Gibica uit Litouwen laat zien dat je meer kan met een motor dan racen alleen. Hij reist de hele wereld over met zijn kunsten en de liefde voor de motor ontstond al op zijn 10e. My sister got a scooter and guess who was riding? So I was riding the scooter and I popped the wheelie after 2 weeks, dragging my foot on the ground and yeah, somehow I realized this is my passion and I want to continue like this. Tim Coronel ging 11 keer van start in de fameuze Dakar Rally. Samen met zijn broer Tom is hij een vaste waarde op de Gamma Racing Day. Hoewel deze corona-editie wel even wennen is. Ja, het is wel totaal anders. We hebben rust. Normaal gesproken allemaal mensen om me heen en allemaal kinderen. Dus ja, het heeft een ander aspect. Maar aan de andere kant, hè, jullie als beeld, het publiek, ja. We willen toch een beetje met auto's spelen en een beetje vertier hebben. Of in ieder geval geven. En ja, de ontvanger vindt het ook nog steeds leuk. Dus nee hoor, wij zijn er gewoon. Normaal gesproken kun je over de koppen lopen op de paddock. Kinderen jagen op handtekeningen, stickers en petjes. En papa's en mama's vergapen zich aan raceauto's. Maar in verband met corona is dit nu verboden terrein voor publiek. En dat is voor organisator Lee van Dam ook best even slikken. Niet één keer, maar meerdere keer slikken. Die anderhalve meter waar het alles om gaat. Dat kunnen wij hier garanderen, dus daar hebben we ons geen zorgen over gemaakt. Maar over een totale lockdown of iets dergelijks, ja, daar kun je niks tegen doen. Nu waren er maximaal 10.000 toeschouwers per dag welkom. En buiten de reguliere beveiliging leverde het Drenthe College nog eens 30 leerlingen van de opleiding beveiliging om toe te zien op de anderhalve meter regel. Ja, het is niet zo gezellig. Dit is gewoon een beetje vreemd. En normaal heb je veel meer sfeer erin, omdat er veel meer mensen zijn. Maar nu zijn er wel minder mensen en hoor je ook wat meer van het geluid en hoor je niet de hele stem om je heen.
Ja, vind ik het wel fijn. Ik ben bang dat het nog slimmer wordt. Ik ben bang dat de slotten weer opgaan in Nederland. Dus dit is helemaal gebeurd, deze evenementen. Met de 20-jarige Max Wering uit Coevorden hadden we ook nog een Drents succesje te vieren. Hij won de GT-klasse van de Supercar Challenge. De serie waar hij vorig jaar nog in reed. Dit jaar is hij vaste coureur in de Europese strijd om de Lamborghini Super Trofeo. Het is zeker geen kinderspel. Het niveau is hier ook zeker hoog. Zoals je ook kunt zien, allemaal verschillende auto's, ook allemaal snelle auto's. Je moet natuurlijk wel flink aan de bak. En dat moest ik vandaag ook om Cor Euser en andere rijden voor te blijven. Maar gelukkig ging alles goed. En we sluiten af met het brute geluid van de V12 motor van deze Formule 1 Ferrari. Ooit bestuurd door Jean Alesi en nu in het bezit van Erik van Loon. Ik ben ooit voor het eerst naar de Formule 1 geweest. En de eerste auto's die voorbij kwamen waren Alesi en Berger. En toen kreeg ik gewoon kippenvel van dat geluid. En nu vind ik het fantastisch om hier een paar rondjes te mogen rijden. Fantastisch. Al met al was de Gamma Racing Day op het circuit als vanouds. Maar voor publiek en organisatie was het ongetwijfeld even slikken. De noodlijdende gemeente Hogeveen moet haar beloftes nakomen om de 19 verouderde basisscholen in de gemeente op te knappen. Dat eisen de schoolbesturen in de gemeente. Maar daarvoor is komend jaar slechts een kwart miljoen beschikbaar. Wat wij willen is goede huisvesting voor alle kinderen in Hogeveen. En in bedragen? Die 2 miljoen. Want die hebben wij nodig om te komen tot een volledig dekking van de plannen die er moeten komen om de scholen goed te kunnen huisvesten. Blijft Groningen Airport Eelde bestaan? Daarover moeten de aandeelhouders beslissen. Maar stoppen is voor directeur Bart Smijnk geen optie. Stoppen betekent een economisch verlies van 132 miljoen. Enorme kosten om deze luchthaven als het ware terug te geven aan ik weet niet wat. Om open te blijven moet de Rijksoverheid volgens Smijnk bijspringen. Geen enkele luchthaven in de wereld, dus ook niet in Nederland, van deze omvang kan zonder een nationale bijdrage op het gebied van beheer en instandhouding bestaan. Steeds meer drugsbendes weten Drenthe te vinden. Alleen al in de eerste helft van dit jaar zijn er 5 drugslabs opgespoord. Dat is net zoveel als in heel 2018. We hebben enorm grote ruimte in het gebied. We hebben panden met weinig zicht of toezicht in het gebied. We liggen ook mooi als het gaat om doorvoer naar Duitsland en Scandinavië. Om nog daadkrachtiger op te kunnen treden tegen drugsbenden start de politie dit najaar met 3 speciale interventieteams. Die gaan sneller aan de slag met tips van burgers. De gemeente Emmen telt zo'n 6000 gezinnen met problematische schulden. Om het taboe rondom schulden te verbreken en de inwoners te helpen, laat de gemeente een inwoner met schulden elke week zijn verhaal vertellen. En ik hoop dat dat helpt en inspireert. Het is niet erg om erover te praten. Het kan iedereen overkomen, zeker nu. Wil niet eens zeggen dat je of in armoede leeft of slecht met je geld omgaat. Maar er wordt iemand ziek, je verliest je baan, er gebeurt iets in je leven waardoor je de grip even kwijt bent. Nou, laten we eens samen kijken hoe we daar het beste weer terug kunnen veren. Onrust onder inwoners van Nijensleek op een informatiemiddag rond de gaswinning bij Vinkega. Daardoor zakt de bodem verder dan verwacht. Gaswinningsbedrijf Vermilion heeft daarom een nieuwe vergunning nodig. 2 of 3 jaar geleden heb ik hier ook gestaan. Toen was het toch het verhaal van, maak je maar niet druk. Alles komt goed, weet je wel. En een beetje bodemdaling. Maar nu zitten we 2 jaar later. En het is toch weer iets anders dan men had gedacht. De mensen hier in de omgeving die willen gewoon graag weten wat voor een effect heeft het voor mij. En dat mis ik hier ook op deze informatieavond of middag. Er is niemand voor, bijvoorbeeld van het commissie mijnbouwschade die onlangs ingesteld is. En juist daar zouden vragen voor zijn, denk ik. Veel bewolking, later vanavond en vannacht wat lichte regen en motregen. Bij een zwakke westenwind minimaal rond 12 graden. Morgen is het warmer met maximaal 19 graden en amper wind. Wel veel bewolking en vooral 's middags en ook in de avond soms lichte regen en motregen. Dinsdag bewolkt en tot halverwege de middag valt er dikwijls buiige regen. Het wordt nog 18 graden. Woensdag overwegend droog en ook zo'n 18 graden. Donderdag wordt een bewolkte en natte dag. Dit was het voor vandaag. Fijne avond en tot morgen.